Hallo lieve vrienden, hoe is het bij jullie? Hier is hij weer, Toppie. Ja, hij is weer Toppie. Hoe komt dat vrijdag? Ja, hoef ik niet iedere keer uit te leggen. Het zonnetje schijnt ook nog. Ik ga denk ik mijn strandhuisje vullen. Ja, dan moet ik even uitleggen. Ik heb een strandhuisje. Eigenlijk is dat gewoon een omkleedhok op het strand. En hartstikke duur zijn die dingen trouwens, om te huren elk jaar. En dan zet je dus je spulletjes in hier. En je barbecue'tje en je plank en je tafeltjes, stoeltjes en bankjes. En dan kan je daar lekker voor zitten. Vorig seizoen ben ik 2 keer geweest. 1 keer om mijn spullen te brengen en 1 keer om mijn spullen te halen. Want het was namelijk een rot zomer, om het maar netjes te zeggen. Maar laten we eerlijk zijn, tot nu toe gaat het lekker. Als je mij vraagt, het gaat niet slecht. Er zijn heel veel warme dagen, of tenminste warme dagen. Het is wel lekker weer. Wat normaal is hoor, in de zomer, dat het lekker weer is. We zullen binnenkort wel weer horen dat het uitzonderlijk is dat de zon schijnt en dat we allemaal doodgaan aan het klimaat. Maar het maakt mij gelukkig. Het maakt mij gelukkig. Ik ben gewoon een blije jongen met zo'n zonnetje. Ja, en dan kunnen we naar buiten met elkaar leuke dingen doen. In mijn geval is dat meestal in een restaurant eten of in een bar drinken. Ik heb eigenlijk maar weinig hobby's. Maar goed, wat maakt het uit? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft de 8 met je opgestuurd? Ja, maandag had hij dus niks opgestuurd. Ik kreeg allemaal berichten van mensen dat ze het stom vonden. Maar wat moet ik dan? Nou ja, laten we gaan kijken. Ja. Bapauwtjes. I like it. Ik vind Bapau een mooi product. Deze zijn van Albert Heijn, maar je hebt heel veel verschillende soorten. Eigenlijk heeft iedere supermarkt geloof ik zijn eigen Bapau's. En anders heb je gewoon een Bapau-merk. Maar is Bapau een klont deeg met vlees erin? En je hebt ook vegetarische Bapau. Die zijn meestal niet te bikken. Dit is kip, Bapau kip. Hier, gewoon klont deeg. En daar is het. Hier ook Bapau kip saté. Ja, waarom niet? Hier, klomdeeg met rund. Waarom is Bapau een goed product? Nou, je hebt een zoet broodje met vlees. Ja! En snel goed. En als je denkt, van, ik ga het leuker maken. Kan je ze nog een zoetzure saus dopen? Kan. Ik heb een redelijk lange Bapau-periode gehad. Dat was een Bapau-periode. Toen studeerde ik in Amsterdam. En toen kostte een Bapau nog 50 cent, een gulden cent. Dus dat is wel een inflatie of 400% geleden. 50 gulden cent, dat is nu omgerekend, zeg maar zo'n 20, 22 eurocent. Nou, dat kosten ze tegenwoordig niet meer, want die Bapau zijn gewoon, het is zo 1,5 euro of zo. Maar ja, jongens, alles wordt duurder, alles is onbetaalbaar. Dus waarom die deegklompen met het vlees niet? Zo is het ook wel weer. Nu denken jullie, ja maar Janus, die kan je niet in een pannetje doen. Daar heb je een magnetron voor nodig. En wat heeft Johannes Hendrikus Roos niet? Een microwave. Ik heb laatst een microwave gekregen. Van Wouters Witgoed. Ken je Wouters Witgoed? Dat is een van de sponsors van Rollenpraat. Wouters Witgoed, beste Witgoed van, weet ik veel, Noord-Holland. Die zei, Jan, jij zit altijd te zeiken bij die reviews dat jij geen microwave hebt. Je krijgt er eentje van mij. Nou, ik heb er een. Nog nooit gebruikt. Ja, waarom? Ik snap niet waarom ik dat zou moeten doen. Nu zeg je dan waarschijnlijk, oh Jan, leuk, je wordt tegenwoordig ook hier gesponsord. Ja, dat kun je wel stellen. Maar hoe gaat het dan met zo'n microwave? Ik zou je vertellen, dat weet ik niet. De laatste keer dat ik een microwave heb gebruikt, was 20 jaar geleden of zo. Dus ik ga hier even op kijken. 700 W, 40 seconden. Ja, god, ik zie dat hoor. Oh, dat kun je gewoon instellen. 700 W. Hier snap ik geen reden van. Tijd, kilo. Oh, is dat dan 40 seconden?
Of zit er een boekje? Oh ja, zal ik jij wel van het boekje eruit halen? Oh. Ja, ik lees even een boekje. Ik heb hem in het Nederlands. Voor de goed doorlezen, dat doe ik nooit. Ik vind gebruiksaanwijzingen doorlezen zo truttig, dat doe ik niet. Dat vind ik echt onzin. Ik wil alleen weten hoe dat eruit ziet met die tijd. 700 graden, ja, ik wil die tijd even weten. Godverdikke, staat er niks over die tijd, of wel? 40 seconden. Maar hier staat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daar snap ik echt helemaal geen ene moer van. We gaan gewoon proberen. Kunnen die dingen tegelijkertijd erin, vraag me af? Of moet je er, dat één per keer doen? Ik weet het ook niet, hè. Ik ben een soort van magnetronmaagd. Is niet natuurlijk helemaal waar, want ik ben heel lang geleden met de magnetron in aanraking gekomen. 700 graden. Ik doe gewoon hier op 4. Dan 4 lijkt toch op 40 seconden, of niet? Ja, er is niet heel veel aan. Dan geef ik je een toe om dit te zien, maar ik snap die tijd niet helemaal. Nou, dit klopt niet helemaal, want ze zitten er wel 40 seconden in. En hij staat nog steeds hier, dus dat is zijn minuten. Dus dat moet anders. Dus ik moet dat dan, dat doe ik anders dan. Hoe is het hiermee? Nou, die zijn er op. Nou, dat klopt voor een meter. Ach, ik ben niet zo handig in dit soort dingen, hoor. Dat doen ze nog een heel klein beetje. Misschien ploffen ze. Ik vind dat Jans Reviews er wel op vooruit gaat, zo met zijn magnetron erbij. Volgende keer staat hij niet zo lang in beeld. Want ik vind dat er erg veel beeld opvult. Zeg maar ping. Ping. Dat ding weg. We beginnen bij de kip. Godverdikke, dat is hartstikke heet. Het is gelukt. Mooi product, Wouter. Vind je het goed? Een echte Severin magnetron. Oh, ze zijn wel heel erg warm. Tot nu toe is het gelukt. Ze zijn warm. Als ze van binnen ook warm zijn, dan zou het leuk zijn. Kip. Nou, boter. En natuurlijk, wat zit erin? Tarwe, water, kippenvlees, suiker. Ja, en allemaal kippenvet, een stabilisatoren, een knoflook en E-nummers. Maar we maken het uit. Lekker is lekker. Kijk, hier is de kip. De kip is warm. De magnetron heeft zijn werk gedaan. Is de Bapao kip lekker? Wauw. Ik vind het een beetje smakeloos. Eigenlijk het enige wat je proeft is die zoete bol. Dat kippenvlees. Heeft nauwelijks smaak. Het is niet eens pittig of gekruid of. Nou, dat is geen moer dan. Kipsaté, Bapao. Kijk eens eventjes. Deze. Deze kipsaté, Bapao. Smaak naar kipsaté. Ja. Maar ik bedoel, hier zit wel smaak aan. Nu is het broodje niet zo vreselijk dominant aanwezig. Dat is gewoon prima gaan. Die film, dat vind ik een beetje vreemd. Er zitten wel een beetje harde blokjes kip in, maar voor de rest is het een soort smeuïge substantie. Dat je eigenlijk niet helemaal, je kan niet helemaal aan me plaatsen. Ik had toch een heel romantisch beeld van Bapao's, dat ik die heel lekker vond. Dat was denk ik een andere periode in mijn leven, dat ik snel dingen lekker vond. Maar nu was het ook wel zo dat ik, toen ik studeerde, zo weinig geld had, dat ik altijd blij was dat ik überhaupt eens in mijn bakkers kon steken. Dus dat, en honger maakt rauwe bonen zoet, weet je wel. Dus ik vond dat een tractatie. Tot nu toe vind ik echt helemaal geen moer aan. Rund! Je bent een rund als je met een Bapao stunt. Die is lekker veel in.
Kijk, dit bedoel ik dus met substantie. Dit lijkt toch wel een bastardsuiker? Dit lijkt toch helemaal niet op rundvlees? Dit lijkt er eigenlijk helemaal nergens op. Wat is dat voor een spulletje Amsterdam? Het zou wel niet duur zijn. Ik bedoel, het moet goedkoop zijn om te maken. Maar, hier ook. Dit is toch rundvlees, maar... Het is een natte, kleffe drap. Het heeft nauwelijks iets met vlees te maken. Is het lekker gekruid? Dat vind ik ook wel meevallen. Hoe moeilijk is het nou om een bapauw een beetje op smaak te brengen? Was het allemaal maar met een beetje zout? De Albert Heijn bapauw is niet echt heel interessant. Tijd voor de cijfertjes! Ja. Allereerst wil ik een voldoende geven aan de magnetron van Wouters Witgoed, want die doet het. Want het is warm van binnen en van buiten. Helemaal top. Ik zal het boekje nog wel even lezen over die tijd. Dat lag aan mij. Ik vind het een beetje een laffe hap. Ik vind het een beetje nikszeggend. Die hele grote zoete bol deeg. Ja, die smaakt naar een hele grote zoete bol deeg. En daarin zit dus een soort vleespasta. Waarvan de gewone kip niet eens gekruid is. Ja, en de rundvlees, ja, daar word je eigenlijk ook niet echt heel erg bokkig van. Als je een bapauw maakt, en volgens mij is bapauw komt uit Azië. Welk land kan ik me niet helemaal, misschien is dat Thailand, misschien is het Indonesië. Maakt niet zo heel veel uit. Maar als je dat dan maakt, zorg er dan in ieder geval dat de vulling een beetje gekruid is. Dat je het gevoel hebt dat het nog een beetje van de herkomst heeft. Waar het van de herkomst heeft. Snap je wat ik bedoel? Die bapauw kip smaakt er niks. Ik krijg een 3. De bapauw kipse thee, die smaakt wel naar kipse thee. Ik vind de vulling gewoon een beetje smerig. Maar deze heeft wel gewoon de smaak, dus die krijgt gewoon een 6. En de lekkerste is de bapauw rund. Ondanks dat die chocopasta die ertussen gesmeerd is, helemaal niks met rundvlees heeft. Tenminste, er zit niet eens een draadje in van rundvlees. Dus of er überhaupt rundvlees in zit, dat weet ik niet, maar ze noemen het rundvlees. Deze is de beste omdat het goedje wat erin zit nog smaak heeft. Ja, die krijgt dan van mij ook een 6. Ja, dat is ook niet echt een winnaar. Er zijn weinig winnaars. Ik ben sowieso geen winnaar, want ik heb dit allemaal op moeten vreten. Ik had echt zin in die bapauws. Lijkt gewoon helemaal niks te zijn. Nee. Dag. Prettig weekendje. Ja. Wat een kleffe bende.